Nou, we staan voor het deelgemeentekantoor van de deelgemeente Sjaarloos met Theo Jos Koen. En u kunt ons heel veel gaan vertellen over wat er gaat gebeuren in Sjaarloos in het kader van het 550-jarig bestaan. Ja, volgend jaar zijn we met z'n allen jarig. Op 14 april 1462 is de akte van Sjaarloos getekend en daarmee is ook Sjaarloos geboren. Dus toen is ook Sjaarloos duurzaam vastgelegd. Daarvoor was er ook wel wat, maar dan soms één keer in 100 jaar dan overstroomde de boel en lag de boerderij weer ergens anders. 550 jaar geleden is dat begonnen. Dat gaan we vieren met z'n allen. Alle inwoners en gebruikers en bezoekers en bedrijven in Sjaarloos. Daar hebben we twee weken terug hebben gezegd, nou, over 6 maanden zijn we jarig. Hoe gaan we dat vieren? Dat doen we natuurlijk samen ook juist met al die met de mensen van Sjaarloos, maar ook met de verenigingen, de sportverenigingen, de volkstuinverenigingen, de culturele verenigingen. En met z'n allen gaan we dat vieren. En dat begint op 14 april 2012. In dat weekend, ook bij het Karel de Stoutenplein, waar historisch Sjaarloos ook zit. En we sluiten dat af in september met de Zuiderparkspelen. En tussendoor hebben we dan allerlei momenten om met z'n allen te laten zien dat we 550 jaar bestaan. En dat we niet alleen een verleden hebben, maar ook een grote toekomst. Dus ook de toekomst, ook de kinderen en de scholieren van Sjaarloos hebben een belangrijke rol. Maar we willen met name ook dus laten zien ook aan onze gasten, van onze buren en onze familie en de boeren en buitenlui van omheen Sjaarloos. Sjaarloos is een boeiende gemeenschap die al 550 jaar hier in de klei zijn geluk zoekt. Nou is Sjaarloos natuurlijk, dat weet iedereen, een deelgemeente van Rotterdam, een onderdeel van de grote stad. En waarom vindt u het nou zo belangrijk dat Sjaarlozers zich bewust worden dat ze komende jaar 550 jaar als Sjaarloos door het leven gaan? Ja, omdat Sjaarloos is een stuk Rotterdam. Hè. Wij zeggen het is ook het echte Rotterdam. Je hebt hier alles. Sjaarloos is natuurlijk in 1895 door Rotterdam ingelijfd. Maar het is belangrijk voor ons dat je ook weet hebt van je geschiedenis, dat je niet zomaar toevallig ergens terecht bent gekomen. Dat heeft een geschiedenis. Zeker de afgelopen ruim 100 jaar is Sjaarloos ook heel erg gegroeid door de haven, door mensen die hier kwamen wonen. De Waalhaven is gegraven, Maashaven, Rijnhaven, dat soort zaken. Dus dat ook die verbinding juist naar de toekomst toe. En van het heden willen we ook maken. Dus dat feit dat het 550 jaar geleden is, gebruiken als kapstok. Om het heden en de toekomst in het zonlicht te zeggen. En kijk, het heet Sjaarloos en het is niet toevallig. Dat heet Sjaarloos omdat het 550 jaar geleden zo genoemd is. Zo, dat stond ook in die akte.